ik ben Ruben. Vandaag geef ik je een rondleiding door het gebouw van de opleidingen Human Resource Management en Toegepaste Psychologie. We zijn nu in de Witte Dame, de Emma Singel in Eindhoven. De opleidingen zitten op 2 verdiepingen. We beginnen op verdieping 2. Op het studieplein kan je alleen of in een groepje aan je studie werken. Er zijn voldoende zitplekken, dus een printer, kopieerapparaat en natuurlijk ook niet heel onbelangrijk een koffiezetapparaat. Meestal heb je les in een normaal lokaal. Zo ziet een lokaal eruit. Mocht je nou nog na je les vragen hebben, kan je hier bij je docent terecht. Daarnaast heeft het gebouw ook een aantal ruimtes die je zelf kan reserveren. Dit kan je doen bij het schermpje wat bij elke ruimte hangt. De ruimtes zijn ideaal om met een groepje samen te werken. Op de tweede etage vind je ook de mediatheek. Hier kun je terecht voor boeken, kantoorartikelen en AV-middelen, zoals camera's, USB-sticks en hoofdtelefoons. Ons gebouw heeft geen eigen kantine, maar met je Fontys-pasje ben je slechts 1 trap verwijderd van het bibliotheekcafé. Bij binnenkomst op de tweede verdieping kom je langs de infobalie. Heb je vragen? Meld je dan hier. Onze medewerkers staan graag voor je klaar. Dan nog even kort naar de derde verdieping. Let wel op dat je altijd je Fontys-pas bij je hebt. De derde verdieping kom je alleen binnen als je je kaart bij je hebt. Het is bijna hetzelfde ingericht als de tweede verdieping, bijvoorbeeld met een studieplein. Ook hier heb je voldoende plekken om te gaan studeren. Daarnaast zijn er op de derde etage ook diverse lokalen en ruimtes om te reserveren. Mocht je naar je les nou nog vragen hebben, dan kan je ook hier op de derde nog terecht bij je docent. Hopelijk heb ik je met deze rondleiding een beetje een beeld kunnen geven van het gebouw. Ik zie je graag aankomend studiejaar. Doei!